Morsi gold als een van de grootste modetalenten van ons land. Hij ontwierp de meest prachtige creaties, ook voor veel BN'ers. Vrienden waren naar hem op zoek nadat hij niet op een afspraak was verschenen. De jurken moesten opgehaald worden vandaag voor die shoot van morgen. En er was niemand. En toen ben ik gaan bellen met zijn publicist David. En die maakte zich ook al een beetje zorgen. Want normaal checkt Percy altijd wel op een of andere manier. En die zijn toen gaan bellen. En volgens mij is toen zijn ex-vriend naar zijn huis toe gegaan en heeft ze hem daar gevonden. De klap van het wegvallen van een van Nederlands grootste ontwerpers is hard aangekomen in de Nederlandse modewereld. I'm still. I'm still like shocked. I don't believe that is true. I mean, I still don't. You know, the coin hasn't dropped. We gaan een mooi, prettig mens missen in een wereld waar ego's vaak hoogtij vieren die hij absoluut niet had. Totale verbijstering en sprakeloosheid voel ik nu. Ik heb kippenvel van top tot teen. Dit nieuws komt voor mij als donderslag bij heldere hemel. Het is een harde klap. Hij was nog zo'n jonge jongen. Ja, geschokt gewoon. Om kwart voor vijf ging de telefoon. Arjan, de vriend van Percy, belde Mirjam. Die kwam gillend boven en die zei... Dat kan niet waar zijn. Bekende Nederlanders dragen de ontwerper op handen. Katja Schuurman trouwde in een jurk van Percy. Ongeloof, maar ik denk gewoon dat iedereen dat... wat Percy is een heel levenslustig persoon en die nog zoveel plannen en ideeën heeft en nog zoveel dingen wilde doen. Dat kan je me gewoon bijna niet voorstellen. Verschillende vrienden van Percy zijn vanavond bijeengekomen om de ontwerper te herdenken. Er zijn ideeën om Percy op Aruba, waar hij vandaan kwam, te begraven. Dat is altijd een wens van hem geweest. Patricia Pai droeg tijdens Holland's Got Talent zijn creaties. Vreselijk, vreselijk. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik moet natuurlijk nog allemaal horen wat er precies is gebeurd. In de laatste show, Holland's Got Talent, had ik heel veel van hem aan. En ik heb nog met hem gecorrespondeerd op het internet, want hij wilde graag dat ik naar zijn show kwam. Maar ik ben gewoon in shock. Nou, ik ben enorm geschrokken. En het is echt... hij maakte fantastische kleding, zo getalenteerd en zo vrouwelijk alles. En ja, enorm geschokt. En het raar, het leven en ook de dood blijven steeds verbazen. En het is lastig om dit soort dingen een plekje te geven.